terug te lopen, maar ziekenhuisopnames, we zijn er dan nog niet. En dan hebben we nu ook een beetje de tegenvallen natuurlijk met AstraZeneca. Dus is dit wel het juiste moment om te versoepelen? Kijk, als je wil wachten tot je volledige zekerheid hebt, dan voorspel ik u, dan zullen wij de komende maanden nooit een openingsplan kunnen maken. En dan kom je wel, over dilemma's gesproken, voor dilemma te staan. Een samenleving die nu al maanden, lange winter, vanaf oktober in oplopende strenge maatregel, die vanaf januari nog maar de avondklok erbij, nu schijnbaar eindeloos doorlopen. Dat merk je, de zon hoeft maar even een gaatje erbij te toveren. We gaan naar buiten, het wordt hartstikke moeilijk voor onze handhavers, die net zoals het zorgpersoneel ook een beetje aan het eind van de Latijn raken. En dat moet je zetten tegenover de risico's die je loopt, doordat je die vaccinatie nu inzet. Die vaccinatie gaat ons echt wel helpen, zoals die ons overal in de wereld aan het helpen is. Dus ja, het is zeker het juiste moment. Maar als je nu nog gaat wachten tot mei, waarin we om bij wijze van spreken 10 uur nog lekker warm weer hebben, ja, dan maak ik me helemaal geen illusies meer dat we dan die maatregelen überhaupt niet meer nog... Maar 27 april is het Koningsdag. 5 mei komt eraan. Hoe groot is de kans dat we op die dagen op een terras kunnen zitten, op 1,5 meter, met allerlei voorzorgsmaatregelen en dat zo? Dat zult u volgende week horen. Ik vraag uw vermoeden. Kijk, die evenementen die zullen nog wat kleinschalig zijn. We gaan niet meemaken in april, mei, er wel grote evenementen kunnen plaatsvinden. Maar het heeft in ieder geval onze voorkeur dat als je het ding gaat versoepelen, dat je begint met die buitenmaatregelen. Ja, welke datum het precies zal zijn, ik snap dat u het wil weten, want u wil de eerste plaats reserveren. Nog even wachten. Nee, dat gaat niet week om mijzelf. Ik ben zelf heel optimistisch. ik ben in ieder geval optimistisch gestemd dat we zover zijn gekomen. En ja, nu is het ook in handen van Joost, het kabinet. Worden, dat je dan een plek moet reserveren? Of kan je ook gewoon door de stad lopen en denken, ik ga gewoon lekker ergens zitten? Ja, maar als ik hoor hoeveel mensen die terrassen over willen hebben, moeten we bijna gereserveerd zijn. Nee, in alle ernst. Ik ben heel erg blij dat we nu zover zijn gekomen dat we die verandering in paradigma, dat die vaccinatie nou leidend gaan laten zijn en wat we met die maatregelen doen, tot we nu zover zijn. En daar is denk ik ook iedereen wel aan toe. En hoe het dan concreet zal zijn, wanneer gaat de terrassen open of wanneer gaat de Schouwburg open, daar zullen we volgende week zeker meer in krijgen. Dank voor deze hoopvolle bericht.